Flinke tegenvaller voor Peter Gillis, want hij zou zijn intrek nemen in een villa in België. Maar dat gaat niet door. Nee, nou, dat is meteen een heel raar verhaal geweest. Hij heeft dus dat enorme kasteel gekocht. Dat gaat zeker door, want dat wordt helemaal naar we zijn wensen verbouwd. Maar in de tussentijd had hij zijn huis in Nederland al verkocht. En zou hij dus gaan wonen in een Belgische villa, waar meteen wat mee aan de hand is. Want dat bleek nog beslag op te liggen van de vorige bewoner. Nou, wat volgens quotes wordt dat ding nu geveild. Kijk, het in, lijkt wel het Witte Huis. Het is uh, een, een openingsbod van 1,875.000 euro. Als je 1 euro meer biedt dan is het nu jouw huis en Peter zou er zelf 4,5 miljoen voor hebben neergelegd. Dus dat Maar even wat, wat is het verhaal want nu gaat nou, het een beetje snel want hij laat ergens anders laat hij volgens mij dus nog Dat kasteel op. verbouwen dat en dat is volgend jaar eindelijk een keer klaar met een trouwkapel en dan gaat hij trouwen met Nicole. Dat is dit? Dat, dit dat is dat, dit. dit. wordt helemaal en verbouwd. Het lijkt er dus op dat dit nooit gepasseerd is, dat hij dit huis nooit echt helemaal gekocht heeft, misschien wel door al die perikelen die er waren rond die vorige bewoner. Dus hoe dit zit, dit dus had hij van... gecheckt of het code rood of uh, groen was. Nee. We hebben wel gebeld natuurlijk. Hij wilde er helemaal niets over zeggen. We wilden dit checken, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar. En juist nog steeds op vakantie met Nicole in Italië. Met strak blauwe lucht, waar ik op de achtergrond toch wel een klein donker wolkje zie hangen. Maar dat huis van, van 4,5 miljoen was destijds ook al bedoeld om als tijdelijk huis te dienen voor de jarenverbouwing. Als je denkt wat een profiel heeft die man. Dat is gewoon zo'n sleutelbos van al die. Ik denk jaren. het ja. Denk ik. Want jij uh, regelmatig regelmatig aan het sporten met uh, Peter Gillis. Ooit uh, bij hem langs geweest? Of vertelt hij dan over die optrekjes? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb alleen maar Peter meegemaakt uh, tijdens de opnames. wanneer we de uh, sportzomer filmen. Uh, verder is hij niet eigenlijk. Dus ik heb, ik heb de huizen van hem eigenlijk nog helemaal niet gezien. Nee, we hebben alleen niet nog het Doet Doe niet nee, af en toe een foutetje van zijn huis? Uh, nee, uiten. ook niet. Nee. <laughs> ook niet nee. <laughs> wat zijn jullie plannen met de toekomst? Jij bent uitgebreid met aan het sporten. Maar wat, wat, hoe ga Deze? je zorgen dat hij het volhoudt? Ik bedoel, jij bent als topsporter weet dat je consistent moet blijven. Nou, ik moet eerlijk ik zeggen, we hebben nu de sportzomer opgenomen. En uh, ja, het einde was al wel een zijn is een ja. sport zijn. Ja, ik uh, blijf hem aanmoedigen natuurlijk uh, van een afstand. Wat okay. was het hoogtepunt? Die Kano wel, denk ik. Uh? Ja, tuurlijk, toch? Dat hij probeerde te zitten. Nee, ik dacht die geitenwater. Nee, maar even, even zonder grappen. Waar, waar zou hij nou even? Wat, wat van de dingen die je hebt gedaan met hem, zou hij moeten blijven doen? Nou, ik Kunnen? denk een worstbroodjes eten. Ja. <laughs> Dat Sowieso. hoefde ik hem niet te leren. Uh, en uh, misschien nog een keer in de kanen proberen te zitten. Dat zou ik hem nog wel een keer willen zien doen. Maar niks, geen padel, is niks voor hem. Nou, padellen deed hij wel heel goed. Dus uh, misschien nog een keer naar de sportschool, uh, naar de padelschool.